zitten en niet in de file. Wie komt er vanuit de file hier naartoe? Ja, en er zijn er nog wel een paar die in de file staan hoor. Maar we wensen jullie alvast heel hartelijk welkom hier bij ons in onze mini-show, mini-concertje, waar we een gezellig winteravond met elkaar kunnen beleven. Heeft er iemand het koud? Dat zou ik graag wel even willen weten. Want dan komen wij er met z'n allen iets aan doen. Ja, we komen er naartoe deze winter. Ja. Ik geniet zelf altijd buitensporig van de winter. Ik vind dat altijd een mooie tijd, een gezellige tijd. Het is romantisch, het is knus, het is warm. Nooit geen ruzie, nooit geen gedoe. Zolang je de televisie uitlaat. En waar ik het meest van geniet, en dat doe ik al eigenlijk vanaf dat ik kind ben, dat zijn de winterverhalen. Wie van jullie is er opgegroeid met de verhalen van W.G. van der Hulst? Ja, kerstfeest van twee domme kindertjes. Ja, dat soort dingen. Van de boze koster en dat soort dingen. Ik ga vandaag voor jullie een winterverhaal vertellen. Laten we gezellig bij zitten. Kasper heeft er een gezellig muziekje bij. Een Rotterdamse vertelling. Met muziek van Kasper voor in het haardvuur. Voorbij het haardvuur. De oude wintereik uit Rotterdam wist wat er ging komen, wist wat er kwam. Want zoals de meeste stadse bomen had ook deze eik zo zijn dromen, nu de natuur hem zijn bladentooi opnam. De straten, zo treffend bezongen in streets, waren versierd, maar dat deed hem toch niets. Het lijkt al maar vroeger. Het decemberfeest is nog nooit zo vroeg begonnen geweest. De caravan is pas net in de stalling gezet, of de kruidnoten zijn in de stelling gezet. De herfst, doorgaans om zijn kleuren geroemd, werd dit jaar zelfs een warme nazomer genoemd. Het heeft niet voorkomen, nog kunnen beletten, dat winkeliers hun kerstshows vroeger neerzetten. Vroeger, de oude eik herinnert het zich goed, was alles beter. Je werd nog begroet. Kerstavond was steeds pas als start een gegeven. En ieder zou dat in eenheid beleven. Nostalgisch denkt onze eik terug aan zo'n feest. Maar ja, zelfs nostalgie is niet meer wat het is geweest. Die beautiful day, die lijkt wat te koop. De mensen met tassen, zij lopen te hoop om het laatste restje geluk te aanschouwen en bij voorkeur als eerste in hun mandje te douwen. En ik, denkt de eik, die het somber beziet. Ik sta hier alleen met al mijn verdriet. Ik krijg toch geen aandacht, hoe men hier ook zwermt. Ik, die hen zomers met mijn schaduw beschermt. Ik, die de lente weer fris laat beginnen. Ik moet iets bedenken, ik moet iets verzinnen. De oude wintereik uit Rotterdam wist wat er ging komen, wist wat er kwam. Hij wilde wel roepen, hij wilde wel zingen. Hello, stay with me, dat soort dingen. Maar voor zingen en springen was zijn stam toch te stram. Zo werd het dan hartstochtelijk gemompel, een oorverdovend zwijgen, waarmee hij de drukke Rotterdammers niet in zijn richting wist te krijgen. Dit verhaal gaat verder, dat mag ik verklappen. We zien u zo terug, we gaan eerst naar de boodschappen. They say the time's supposed to heal ya, but ain't done much.
meisje was een dankbaar kind van een jaar of 7 dat blij was met alles wat ze van de Sint had gekregen. Een popje met een snoezige jurk, een emmertje van blik, een voetbal en een kettingzaag. En ja, die hele mik, die had ze bij zich in haar tas. Een rugzak was het meer. Bepakt en bezakt bewoog zij zich door het winkelende verkeer. Ik had hier liever gezet door het winterse weer. Maar het regende en stormde, zo gaat het hier elke keer. En ja, die kettingzaag, ik hoor u denken, dat is raar. Het was een cadeau voor haar vader, maar zij dacht, meenemen maar. Als je de wereld in wilt trekken, komt alles wellicht van pas. En die wereld, die wilde zij wel in, wat was ze in haar sas. Het meisje was een helder wicht, met open oog en helder zicht. Ze stelde zich de juiste vraag bij alles wat ze zag vandaag. Hoe kan het bestaan op de beroemde lijnbaan? Dat honden onaangeleid de straat op gaan. Die hond, het werd toch al te dol, zag in de koopgoot, te druk, te vol, een peuter met een poppenwagen. Die hond die durfde het te wagen, het popje uit de wagen te rukken en het verderop te verscheuren in grove stukken. Ons meisje, inmiddels toch wel een vriendin, zag de noodzaak van ingrijpen direct helder in. Haar nieuwe, snoezige jurkte pop diepte ze uit haar volle rugzak op. En nog voordat de peuter de ontvoering had ontdekt, was stiekem het nieuwe babytje ingestopt en toegedekt. Bij de jongens in de pannakooi ging het ook niet voorspoedig, ook niet zo mooi. De bal was veel te hoog gemikt en door de boze bovenbuurman ingepikt. Zo gaat dat, men leert dat al ras bij een kunstmatig gezaaid trendy dakterras. Hoe stoer de straatjurk ook schijnen mogen, de tranen stonden toch in ieders ogen. Geen nood, want onze vrouwelijke ster bood hun haar nieuwste bal. Ze schot het nog verder. De bedelaar zat te kermen met een hoop gekrijs. Hij dacht zelf te zingen, maar er ontbrak iedere wijs. Zijn gitaarspel klonk ook nog eens voor geen meter. Hij had geen publiek, want dat wist wel beter. Ons meisje, die Rotterdamse held, ging naast hem zitten en aldus opgesteld pakte ze haar blikkenemmer en zette het op de kop. Daarna sloeg ze op de bodem en zette een groovy ritme op. De eerste mensen bleven staan, ze gaven geen kick, vertederd als men was door het emmertje van blik. Het muzikale duo, nog steeds niet echt briljant, wekte nu echter plaatsvervangende schaamte in de hand. Er werd zachtjes meegeklapt en zelfs geneuried. Met enige verbeelding was er zelfs sprake van een kerstlied. Het meisje, uniek, slim en gezond, pakte haar emmer en stuurde die rond. Ritselend kwam die weer terug. Ze schonk het de verbaasde zwerver en verdween toen zelf weer vlug. Toen hoorden ze roepen. Het wordt nu ongeloofwaardig, maar voor het verhaal beslist niet onaardig. Ze hoorden het roepen van een eeuwenoude eik, die eindelijk toch zijn doel had bereikt. Wat lief dat je me hoorde, ik heb wat ouderdomspijn, die dorentakken, die zijn echt niet fijn. En hier komt dan de onvermijdelijke moraal. Breng steeds een kettingzaag mee, dat geldt ons allemaal. Ik heb niets te bieden, sprak het meisje na het zagen. Ik geef alles weg als situaties daarom vragen. Maar jouw lege handen zijn het beste bewijs, sprak de eik sentimenteel en niet minder wijs, dat warmte en licht in dit donkere leven slechts kunnen bestaan bij de gratie van geven. De takken, zij vormden al snel een warm vuur ter ere van het meisje en het brandde 3 uur. She knows she can fly away. Oh.
I'm up all night, nothing really matters. Nothing really matters. I see her face, and in my mind, I seize the day whenever she's nearby. It's like nothing really matters. No, nothing really matters. She completes me like she reads me. Old man.
bent vanavond. Andor Horvat, op bas. En we luisteren naar de heerlijke klank op gitaar van Casper Draak. Thank you.
staan hier familieleden op het podium. Ik heb gehoord dat zij uit een hele muzikale familie komen. Ja, volgens mij dan. Dat gaan we even beluisteren, want jullie hebben allemaal de tekst van Let It Snow. Het wordt tijd dat het nu echt winter wordt. De band gaat spelen, jullie gaan zingen en wij verwachten heel veel. Heb ik die tekst? Wat dan weet je niet dan? Ik weet van niks. Ja, gelukkig ken ik dat liedje zelf al. Je hebt die tekst helemaal niet. Ik geloof dat het in de... Heb ik de tekst van Let It Snow? Nee. En ik ken het ook al niet. Ja, ik ken de tekst nog niet. Maar jij kent het wel. Ik dacht